Papa moet even presenteren. Hop, weg. Weg. Jelma, ga nou eens voetbal spelen. Kom, wort maken. Hier, heb je een koekje. Ga maar halen. Hey, allemaal. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Campus in Beeld. Want ook deze week nemen wij jullie natuurlijk weer mee. Langs alle avonturen van, nou ja, jullie zelf. Nu ik klaar ben met mijn kinderen, heb ik de zorg voor een andere intergroep overgeleverd aan mijn goede collega Erik. Die mee is gelopen met een groep Duitsers, jawohl, Grundlichheid, door het sportscafé gebeuren. Voor een speurtocht was het, als ik het goed heb, toch? Naar een woord? Nou ja, het rijmt vast op Blitzkrieg. Ga maar kijken. Er komen steeds mensen bij onze redactie voor langs. En wij waren benieuwd wat het was. Het schijnt een campusquest te zijn. Mensen in de blauwe shirts zijn mentoren. Mensen in de gele shirts zijn onwetende kinderen. En we gaan nu kijken wat ze gaan doen. Wat is de quest? Ik heb geen idee, we lopen gewoon een beetje rond. Ja, leuk. We lopen gewoon een beetje rond. Dat kan ik wel. Hier zien we nog bekend terrein. Dit is van de boosters of boosters. Squash. Ja, super vet. We volgen de mentoren naar de volgende spannende locatie. Ik ben benieuwd of ik hier überhaupt naar binnen mag met een biertje. Een letter? Ja, een letter. Wat? Oh, dus ja. Zijn letters? Oké, okay, wat is ja. Het idee? Het idee achter de letters is dat aan het einde wordt een woord gevormd. Dus we laten zeg maar, een hele campus ongeveer zien, ook bij de hand zeg maar. En ook de locaties eromheen. En dan kunnen ze letters verzamelen. En aan het einde gaan we eten bij de refter daar. En dan wordt er een woord gevormd. En dan krijgen ze het bonnen voor het eten en dan kunnen ze eten. Maar moeten ze de letters niet zelf zoeken? Ja, maar als ik de letter hier nu zie, anders missen ze een letter en dan krijgen ze geëten. Dat is ook een beetje zielig, hè? Dus dan, okay. Dat is het idee. Dan. Welke letters hebben jullie al? Welke letters hebben we al? Oh jee. Een A, een G, een E, een R, een L, een V en nog een G en een D. Oké, okay, dus ze staan ook gewoon door elkaar. Dat was nog niet echt een woord. Even kijken. Kun je er wat van maken, hè? Ja, dus wel volgorde komt straks. Maar nog iets meer. Ja, het wordt iets met volgorde. Op naar de volgende letter. Mag ik wel even vragen van welke studie zijn jullie? Duits. Duits. Ah, Deutschen, ja. Ik glaube es nicht. Vielleicht ist es ein Deutschen woord. Wat is het woord voor woord in Duits? Ik weiß es allemaal auch nicht meer. Aber ich bin verrückt mit dieser Quest. Ik kan nog. Mitnacht beiseit von zu aus. Hey, komm schon. En doorgevoer ohne bis wieder gegen Endlang. En ik val bijna van de trap. Ja, dat zijn de rijtjes. De doorgevoer is voor de vierde naanval. En de mitnacht bij, dat is voor de derde naanval, toch? Ja, dat klopt. En de keuzevoorzetsels, ken je die ook? Nee. Oké. An, aufnehmen, hinter, unter, voor, zwischen. Nee, dat is te lang geleden. De studiestoor voor een volgende letter. Het was natuurlijk fantastisch om erachter te komen dat het Duitsers een opleiding waren. Want we hebben allemaal het introweekend van Lisanne gezien. Duitsland über alles. Dus ik ben blij dat ik met die hype heb mee kunnen lopen. Alleen, we zijn ze kwijt. Dus dat was het. Wat het woord nou precies zou worden, we zullen het nooit weten. Nou, über Erik, dankjewel. Ik had heel even tijd om achter mijn kinderen aan te rennen. Het woord is dus uiteindelijk Aderlaglissen geworden. Nou, mijn Duits is nooit zo heel erg goed geweest. En van jou volgens mij ook niet, als ik het zo gehoord heb. Maar anyway. Wat je ook kunt gaan doen. Na een dag vol met zuipen, na een avond vol met zuipen. Als je eigenlijk het liefste wilt sterven in je eigen bed. Be a man of be Dagmara. En ga lekker sporten. Dagmara, verlicht ons. Zoals jullie misschien kunnen zien, ben ik vandaag op de spellenmiddag van Han Sport en Bewegen. Eigenlijk de eerste introductiedag van alle opleidingen van de Han. En ik wil heel graag meedoen, maar met deze kleding kan dat natuurlijk helemaal niet. Ik heb een sportkoffie bij elkaar gezocht, dus we kunnen beginnen. Ja, wij zijn klaar voor de start. Gaan los met in ons hart en delen het met iedereen. Ja, wij zijn klaar voor de start. Al gaan we knetten hard. We hebben zoveel gemeen. Wat zijn jullie hier aan het doen? Wat is dit? Ja, dit is zeeplimbo. Over die mat heen limbo dansen en omdat het glad is, is het wat lastiger om te doen. Oké, okay, leuk. Mag ik meedoen? Ja, natuurlijk mag ik meedoen. En delen het met iedereen. Klaar voor de start, klaar voor de start. Klaar voor de start, hey! Klaar voor de start, klaar voor de start. Kinderen
zijn aan het yoghurtrugbyen, alleen mist de yoghurt. Maar een paar die hebben het wel, dat vind ik zo mooi. Yoghurt? Heel mooi. Maar niet allemaal. Oké, denk dat ik mee kan doen. Natuurlijk kan je meedoen. Weet je, we gooien gewoon één bal op jou en dan moet je vangen. Als je vangt, gaan we allemaal juichen. Oké, okay. Dat doen we, dat is goed. Dat doen we. Dus doe maar lekker mee, want jij bent net als wij. Weet je wat we doen voor de samenkampioen? Kun je even vertellen wat je aan het doen zijn? Wij zijn aan het touwtje springen. Want we missen onze tegenstander van ons eigen spel, geloof ik. Dus nou, ik ga wel proberen mee te doen. Al gaan we knetten hard, we hebben zoveel gemeen. Want we lezen lappen en we zwemmen springen, dat we gillen, zingen en we chillen met elkaar. Ja, wij zijn daar voor de start, gaan los met in ons hart en delen het met iedereen. Eén ding is zeker. Bij Sport en Bewegen hebben ze wel echt ontzettend mooie lichamen. Ik hoef toch niet nog een keer, of wel? Van mij mag je wel. Maar ik wil dingen. Oh. Man, oké, okay, hoe teken? Perfect. Dat heb ik niet eerst gewonnen, was ik eigenlijk maar naar een vet achter. Maar goed, dank je. Graag gedaan. Klaar voor vandaag, dus ik kom weer terug naar mijn eigen kleding. Dat was het weer. Doei! Oké, okay, thanks Dagmara. Ik blijf denk ik in het vervolg toch liever dood in mijn bed liggen. Mijn intro-kinderen hebben de camera gesloopt. Dus aan mensen van de Radboud werd geen camera meer toevertrouwd. Wat doe je dan met de camera? Inderdaad, die geef je aan een groepje PABO-studenten mee. Meiden, laat maar zien. Hey, Fabs. Lieve papa's, mama's, kinderen. Doe iets leuks. Dit is niet leuk. Morgen, lieve kindjes. Goedemorgen. Goedemorgen, mede mama. Handjes draaien, alle kindjes. Het ziet er echt zo niet enthousiast uit. De PABO is dus heel veel gillen, schreeuwen, dansen en vooral ook heel veel gillen en schreeuwen, denk ik, ja. Kijk, ik heb nu weer schitterend weer, maar dat is alleen maar dankzij de speurtocht van onze eigen Erik door het ganse land heen, in storm, in wind, in regen en in alles wat je eigenlijk het liefst niet wil hebben tijdens de intro, heeft hij voor ons nagevraagd wat we moesten doen om eindelijk die zon weer terug te krijgen. Erik, help ons.
We staan vanavond bij de Waag. We hebben hier een heel leuk neonfeest georganiseerd door verschillende medische studieverenigingen aan de Han. En ja, de zomer lijkt voorbij met dit rot weer. Dus gaan we even kijken hoe we dat zomersgevoel toch een beetje vast kunnen houden. Anders wordt het wel een heel erg depressieve boel. Haha, oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez Pati. Tacata, tú sabes qué cosa es el tacata. Te gusta el tacata. A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacata. Tacata, bro. Ja, je zal het gezien hebben. Het regent keihard. Lijkt niet meer op zomer. Maar hebben jullie als bouwmensen misschien nog tips voor mensen om dus het zomersgevoel een beetje vast te houden? Gewoon heel vrolijk zijn, lekker beesten, goed bier drinken en een geweldige introgroep hebben natuurlijk. Ja, vaak op vakantie en zo natuurlijk. Veel op het terras zitten. Nou, feesten zoals dit. Mooi weer, maar dat komt nog, hoop ik. Gewoon lekker naar een warme kroeg gaan, dan blijft het lekker warm. Wat doe jij om toch nog een beetje zomersgevoel aan deze week over te houden? Gewoon positief blijven. Vooral veel bier drinken werkt goed. Dan word je warm van in de koude regen. En we zijn bezig met een zomers ABC'tje. Ananas. Bikini. Cocktails. Dansen. Zomers warm in de E. Filine, dat is mijn naam en ik ben super zomers. Gel. Ja, van de goede tips moesten we het vanavond niet hebben. Het alfabet liep ook niet heel erg lekker. Daarom stoppen we maar bij een lekker wijf en eindigen we met geil. En ja, ik ga hem raad toch maar opvolgen en me gewoon lekker volgooien met bier. Ik hoop dat jullie dat ook doen. Dankjewel Erik voor het volbrengen van deze quiztip. Lieve mensen, ook buiten de intro wil je natuurlijk genieten van de leukste feestjes. Maar waar moet je die vinden? Check daarvoor de site 024.nl. Voor de allerleukste, fantastische, meest fantastische, geweldige, alles uber overtreffende filmpjes, check je natuurlijk onze eigen site, Campus in Beeld, of Facebook, Google ons, je weet ons te vinden. Ik ga weer terug... Ach, Jelmer. Jelmer kan godverdomme voetbal maken! Tot ziens, hè. Jelmer, hier!